Zo, dames en heren, meisjes, een hele goede middag allemaal. Even een korte onderbreking van deze video. Ik wil jullie namelijk heel erg bedanken. Ik heb namelijk gisteren de 1000 abonnees behaald. Ik had 6 jaar geleden toen ik dit kanaal begon nooit gedacht dat ik dit zou halen. Dus ik zit hier nu op een bankje, gewoon in mijn tuin. Maar ik wilde jullie nog even bedanken. En aangezien de komende 2 vlogs al opgenomen zijn voordat ik de 1000 abonnees haal, dacht ik van ik knip hem hier even tussen. De volgende 2 vlogs hebben dus ook nog een outro waarin ik zeg dat we het bijna hebben. Maar we hebben het dus gewoon gehaald. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het abonneren de afgelopen tijd. Of je nou net nieuw bent of al 5 jaar volgt of zo. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik had het zonder jullie nooit gered. Ik bedank jullie voor jullie support. Ik waardeer het allemaal heel erg. 1000 abonnees special komt eraan. Ik ben nog even op aan het brainstormen. Dus er komen eerst nog wat andere video's. Maar die gaat er in ieder geval aankomen. Dan weten jullie dat. Dan zou ik zeggen voor nu. Geniet van deze video. En nogmaals heel erg bedankt. Zo, dames en heren, voor mij is een hele goede middag allemaal. Van harte welkom in Eindhoven. We staan hier op busstation Woens XL Catharina Ziekenhuis. Een klein busstationnetje midden in Eindhoven. En vandaag gaan wij op zoek naar illegale bussen in Eindhoven. Dat zijn bussen die hier eigenlijk niet meer mogen rijden, maar dan toch rijden omdat er een bustekort is. En die bussen zijn oud. En oude bussen zijn leuk. Dus we wachten hier zo meteen even op de eerste oude bus, maar jullie kijken eerst even naar de intro. Nou, er zijn 2 illegale bussen, of nou ja, eigenlijk 3, maar 2 illegale Hermesbussen die ik wil doen in Eindhoven vandaag. De Ambassadors en de MN Line City G. Die laatst genoemde gaan wij als goed is van de 4 pakken. Die zou op de volgende 404 moeten zitten. Die MN Line City die rijdt zeg maar tussen alle gloednieuwe geleden Citea's door op de 400 Bravo direct lijnen. Dus als het goed is moet hij zo op lijn 404 naar Nuenen zitten. Dus die pakken wij zo meteen naar Nuenen en vanaf daar pakken we hem of terug of we gaan via een andere route terug naar Eindhoven. Dat moeten we nog even kijken. Toch wel mooi dat die nieuwe Citea's van Hermes niet nu al uit elkaar vallen en met tape aan elkaar wel vastzitten. Oh wacht, toch wel. Gelukkig hebben wij zo meteen een iets van 20 jaar oude bus mee, dus die zal vast veel betrouwbaarder zijn. Een van de mooie dingen aan deze oude bus is nog, mocht je een keer met een hele grote groep vrienden willen reizen, loop dan lekker naar achter in de bus, want je hebt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stoelen. Dus je kan lekker met z'n 14 bij elkaar zitten, heerlijk gezellig. Nou, inmiddels in Nuenen Centrum. Ik heb al gekeken naar de aansluitende bussen. Er zijn wel wat aansluitende bussen, maar dat zijn gewoon saaie bussen. Dus we gaan lekker met dit oude ding terug richting Eindhoven. Verder is Nuenen wel weer een vrij depressieve plek in Eindhoven. Maar kijk nou wat een prachtige bus dit is. Ik geniet hier echt van. De stopknoppen werken niet. De motor rammelt bijna uit de bus. Maar goed, verder, hè. Verder werkt het prima. En met deze uit elkaar van de stofzuiger gaan we naar Eindhoven terug. Je zou zeggen, het is al erg genoeg dat Hermes, de stadsvervoerder van Eindhoven, met dit soort bussen Eindhoven inrijdt, terwijl dat niet mag. Gelukkig heeft Arriva er ook scheid aan.
Want die rijden ook gewoon met deze bussen hier in de stad, terwijl het eigenlijk helemaal niet mag. Kijk, onze volgende bus, een Crossway. Krijgen we die ook nog mee? Gezellig. Nou, een brave Crossway dus. Deze zijn ex-OV-regio IJsselmond en zijn hierheen gehaald om de Amas te vervangen. Iets wat niet helemaal gelukt is, omdat ze er gewoon te weinig hadden. Dus ja, de Amas rijden nog steeds. Maar deze dus nu ook in Bravo kleuren. Deze Crossway nemen wij naar Veldhoven toe om daar terug te steken naar Eindhoven met een Amba. Aangekomen op de provinciale weg in Veldhoven. Ik wilde eigenlijk naar het medisch centrum door, maar onze bus was te laat. Geweldig. Vanaf hier keren wij dus terug met... Er zijn hier heel veel luide auto's. Vanaf hier keren wij terug met lijn 19. Er zit een ambassador op, de tweede illegale bus van vandaag. En die nemen wij terug richting Eindhoven Centraal. Met het fossiel aangekomen te Eindhoven. Helemaal klaar mee. Wat een drama was dat retourtje zeg. Alleen maar vertraging en gezeik. Bussels vol, bla bla bla. Maar goed, vanaf hier gaan wij Hermes gebied verlaten. We gaan namelijk met een bijzondere Arriva Amba mee. Die rijden hier dus ook gewoon, ondanks dat het niet mag. En waarom dit een bijzondere Amba is, vertel ik je in die bus. Want hij is er al en hij heeft plus 5, dus hij zal ook binnen no time weer weggaan. Inmiddels dus in de Amba. Dit is de 8244 van Arriva. Een vrij bijzondere bus. Dit is namelijk de enige Amba die Arriva nu nog heeft. Die ook van oorsprong in Brabant heeft gereden. Cité op de 305. Dat wordt volgorde zijn. Maar goed. Dit is de enige Brabantse Amba die ook echt van oorsprong in Brabant komt. En dan misschien zonder. Korte samenvatting. Met deze bus gaan wij naar Udenbusstation. Nou, aangekomen na een uur met deze Amba te Udenbusstation. Ik zal nog even snel vertellen waarom deze Amba's en die MAN nou zo illegaal zijn in Eindhoven. Sinds dit jaar, eigenlijk sinds 1 januari, geldt er een milieurestrictie, zeg maar. Dat er bussen met een Euro 5 motor, zoals die daar, niet meer in de stad mogen rijden. Maar goed, dat gebeurt dus nog steeds. Dus dat is eigenlijk een kort verhaal. Hier op Uden wachten wij nog even op lijn 306. En die pakken wij door richting Den Bosch.
aangekomen op een vrij regenachtig en depressief station Den Bosch. Van de wier gaan we over op een van mijn favoriete lijnen, namelijk lijn 121 van Den Bosch naar Tol. Echter nemen wij de spitversterker, lijn 621. En die wordt gereden door TCR. Want ja, je kan natuurlijk geen Brabantvlog doen zonder onderaannemers. Dus als het goed is krijgen we zo meteen de Citaro mee. Ik zag hem daar al staan. Beetje jammer. Ik ben niet zo van de Citaro's. Maar goed, het is beter dan niks. Dus die bus nemen wij zo meteen richting Tol. En dat wordt dan de ene laatste bus van vandaag over een hele mooie route. Zo, aangekomen te Tol Oost. Daarachter rijdt mijn bus nog weg. Ja, prachtige rit. Zo mooi dat ik een tijdje heb geslapen zelfs. Ik was een beetje moe. Oké, laat me rust. Maar goed, vanaf hier pakken wij de laatste bus van deze reis alweer. Namelijk lijn 400. En die nemen wij terug naar Raamsdonksveer. Met die intro-radar aangekomen te Raamsdonksveer. Einde van deze reis. Was weer een mooie dag vandaag. Een hoop illegale busjes gespot. Ja, illegaal. Nou, het zijn gewoon oude dingen die eigenlijk niet mogen rijden en die er eigenlijk zo snel mogelijk uit moeten. Maar dan gewoon niet uit kunnen omdat er gewoon te weinig andere bussen zijn. Maar goed, ik vind het wel mooi. Mochten jullie deze dag nou leuk vinden, drop dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. We zitten nog steeds bijna op de 1000. Kom op jongens. Ik hoop echt dat we het halen. Er komen super vette vlogs aan in de nabije toekomst. Geloof mij. Laat een leuk comment achter onder deze video. En dan zou ik zeggen, ja, heel graag tot de volgende video weer. Doei doei!